Hallo allemaal, hier is professor Explosie weer. Nou, we zijn hier weer in dit hele mooie lab. En vandaag hebben we zelfs een speciale gast in ons midden. We hebben de dochter van de koster. Want ja, die woont hier natuurlijk dichtbij, dus dat was lekker makkelijk. Nou hoorde ik dat ze wel eens graag een vliegtuig in elkaar wilde zetten van papier. Nou, weet ik dat dat best lastig is. Ik had je een soort gebruiksaanwijzing gegeven, maar ik denk dat het goed is dat we hem even samen in elkaar zetten. En dan gaan we eens eventjes kijken hoe dat lukt. Kijk, het is altijd als je zo'n velletje hebt, dan moet je hem altijd eventjes dubbelvouwen zo. En dan doen we deze punt. Die doen we hier naartoe. Dat is wel aardig, hè? Ja. En dan doen we deze punt. Die doen we hier naartoe. Hartstikke idee. En zullen we die daar naartoe doen? Ja, vouw maar een beetje mee. Hartstikke idee. Ja, lekker vouwen. En dan moet natuurlijk de andere kant ook nog weer. Lekker vouwen. Hoppakee. Nou, is die bijna klaar? Dan gaan we nog een keer gaan we hem vouwen. Komt u maar. Kijk, dat gaat erop lijken, hè? Druk maar lekker aan. Ja, ja. En dan de volgende ook. Hartstikke idee. Nou, dan is dat hem, hè? Vind je ervan? Beetje mooi? Ja, dat is wel aardig, hè? Ja. Hey, ik dacht eigenlijk, misschien is het wel leuk als we hem van de tribune van de kerk afgooien. En dan heb ik meteen ook nog een extra grote gemaakt. Die is 2 keer zo groot. Die hebben we van karton gemaakt. Kijk, en hoe kom je nou aan zo'n grootste karton? Kijk, je vraagt gewoon aan je vader of je zo'n grote LED-televisie mag kopen. En die zit dan in zo'n grote doos. Ja, zo'n LED-televisie kost misschien 1000 euro. Maar met zo'n doos heb je natuurlijk wel een heel mooi stuk speelgoed. Dus ik zou zeggen, vraag dat aan je vader. Een mooie televisie. En dan kunnen we daar natuurlijk een mooie vliegtuig van bouwen. Ik denk dat wij even richting de tribune van de kerk gaan. En dan knallen we hem even naar beneden. Ja, daar staan we dan boven op de tribune van de kerk. En wat is er nou leuker om gewoon met een vliegtuig er vanaf te gooien. We staan lekker hoog. Dus ik zou zeggen, Tessa, probeer het eens. Knal hem lekker weg. Yeehoe! Kijk, dat vliegt best wel lekker. Zo, we zijn zo lekker bezig. Nou, we gaan gewoon lekker door met gooien, hoor. We knallen hem zo in één keer zo. Oh, wat is dit? Oh-oh. Nee, volgens mij hebben we wat geraakt. Oh-oh. Ja, volgens mij heb ik het milieuvriendelijke CLC-servies geraakt. Oh-oh. Nou, ik weet niet wat de kostar daarvan vindt. Oh, daar heb je hem al. Oké. Daar heb je hem al. Nou, Oké. Professor Explosie, wat ben je aan het doen? Ik hoorde iets van een explosie. Wat was dat? Maak je geen zorgen. Het was geen explosie. Er is alleen wat gas kapot. Sorry.